Mijn naam is Frans van der Boom, transportbedrijf Groene Boom en Ridderkerk. Officieel financieel directeur. Wij zijn sinds 1962 actief in het wegvervoer, waarvan zo ongeveer vanaf 1970 actief in het containervervoer, een activiteit die inmiddels de overhand genomen heeft. We hebben een wagenpark van 47 auto's en ruim 100 opleggers en aanhangwagens in alle soorten en maten, huiftrailers, semi-diepladers, diepladers. We hebben in ons wagenpark 26 Scania's, zowel Euro 3, 4, 5 als inmiddels ook 6 uiteraard. En ja, gezien regel en wetgeving, vooral waar het containervervoer betreft en het gebied de Maasvlakte in Rotterdam, zullen dus die 3, 4 en 5 uiteindelijk allemaal vervangen moeten worden door Euro 6. Contacten met de dealer zijn zonder meer goed te noemen. Wij doen reparatie onderhoud in eigen beheer. We zijn uiteraard van de dealer afhankelijk als we nieuwe onderdelen nodig hebben. En dat gaat altijd vlekkeloos. Op ieder moment, ieder tijdstip zijn ze te bereiken. Verkooporganisatie hebben we ook goede contacten mee, regelmatige contacten. Ervaringen met die Euro 6 tot nu toe zijn uitermate gunstig. We hebben er één die nu ruim een half jaar rijdt, zo'n 70.000 kilometer weg heeft. En eentje die ietsje korter rijdt, een halverwege die kilometrage is. Maar ja, is inmiddels toch al gebleken dat we met die auto's een hele forse brandstofbesparing realiseren. Als ik ze vergelijk met het gemiddelde van ons totale wagenpark, dus alle euroklasses door elkaar, dan praat ik toch over een besparing van maar liefst 13%. Maar ook als ik ze vergelijk met vrij jonge Euro 5'en, dan hebben we toch altijd nog een besparing van 9%. Ja, wij hebben nog een inhaalslag te maken op weg naar Euro 6 vanwege de wettelijke verplichtingen die ons opgelegd worden. Met name het Maasvlaktegebied, een gebied waar je als containervervoerder nou eenmaal niet weg kan blijven.